Het zijn diezelfde multinationals die vandaag het geld uit onze zakken kloppen, die mee verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming. Mensen, met zoveel zijn we zondag op straat gekomen voor het klimaat. Dus de klimaatbeweging die blijft erin slagen om veel volk op de been te krijgen. En dat is niet verwonderlijk, hè, want de wereld zit allesbehalve op koers om de klimaatdoelstellingen te halen. En als we zo doordoen, dan zal de wereldwijde uitstoot nog veel verder blijven stijgen in de plaats van te dalen. En ook ons land is dik gebuist, want ook dit jaar trekken we weer met lege handen naar de VN-klimaattop. Het lijkt wel een jaarlijkse traditie te worden. Hè? En dat komt omdat onze vier klimaatministers het maar niet eens worden. België die slaat daar niet alleen een slecht internationaal figuur mee, maar ons land laat ook haar eigen burgers in de steek. Mevrouw de minister, ik krijg heel vaak de vraag: waarom houdt gij u zoveel bezig met klimaat, terwijl dat wij onze factuur niet kunnen betalen? En ik begrijp die vraag wel, hè. Het is vandaag niet alleen klimaatcrisis, we zitten ook midden in een energiecrisis. Maar het antwoord is heel eenvoudig. Het zijn diezelfde multinationals die vandaag het geld uit onze zakken kloppen, die mee verantwoordelijk zijn voor de klimaatopwarming. En in plaats van te investeren in betaalbare, groene energie, blijven ze geld pompen in fossiele brandstoffen die dat ze veel te duur verkopen. En het enige wat hen interesseert, dat is zoveel mogelijk winst. Dus wat wij nodig hebben, zowel voor onze portemonnee als voor het klimaat, dat is een publieke energiesector. Power to the people. We kunnen niet vertrouwen op de multinationals voor goedkope en groene energie. Mijn vraag is dan ook heel eenvoudig. Gaat u blijven vertrouwen op de multinationals of gaat deze regering de energietransitie zelf in handen nemen? Oui, plus que jamais. La transition est une question tant de justice environnementale que de justice sociale. Mevrouw de minister, u heeft niet geantwoord op mijn vraag, maar mevrouw de Lavalleyen heeft het in haar repliek wel gedaan. Ze zegt: we mogen niet blijven investeren in fossiele energie. Maar dan is de vraag hoe we dat doen. Hè? Laten we dat over aan de multinationals of nemen we dat zelf in handen? En ja, door niet te antwoorden lijkt u dan wel te geloven dat de multinationals zelf wel zullen stoppen met hun fossiele brandstoffen waar ze miljarden winst mee maken? Denkt u echt dat de Totals en de Shells van deze wereld zullen gaan investeren in alternatieven? Ja, ik denk het niet, hè. Dus voor goedkope en groene energie moeten we de energiesector terug in publieke handen nemen. Dat is een oplossing voor zowel de energiecrisis als de klimaatcrisis.